al je passie en liefde in deze reis hebt gestoken. Ja hoor, het is goed eten. Gaan we dan? Hè? 3 voor 10. Hele mooie tijd. Nee, we hebben besloten dat we toch later gingen, omdat we niet in de file willen staan. Dus de auto is helemaal ingeladen. Let's go, there we go. Heb je die golf mee? Ja. Oh, dat is echt baard. Dan gaat hij echt, wanneer alles al in de auto zit, gaat hij ineens nog een checklist af. Ja, flesjes, 2 flesjes. Zijn we helemaal klaar? Willen we een ijsje voor in de auto? Nee, we willen geen ijsje voor in de auto. We gaan rijden. We hebben net ontbeten. Oké, let's go. Tadaa. Beginnendag met een ratslag. Oh jee, het is woensdag. We beginnen de dag met een ratslag. Kan niet. We zitten al in de auto. We moeten toch niet eruit. Oh, we moeten eruit. We moeten nog even boodschapjes afzetten bij onze vrienden. Wereld in! En deze keer met Jax voor het eerst. Jax gaat voor het eerst überhaupt naar het buitenland. Ja, Jax gaat voor het eerst naar het buitenland. Nou, dat is best snel hoor. Ja. Voor een manneke van 4 maanden. Ik was ook 4 maanden dat ik voor het eerst naar de camping ging. Ja, nou, maar jij was ouder, want jij bent van 19 maart en hij is van 30 maart. Zit er een verschil in? Hij is eerder. Ja, en mijn ouders gingen ook pas begin augustus. Ja. Ik was iets van een paar weken ouder. Supercharger nummer 1. Let's load it up. Zo, supercharger nummer 2. En Jax gevoed. En Yola die is Laura Breide aan het kijken met leer Spaans met Lau. Supercharger nummer 3. En we zijn in Frankrijk. Ja, ja. En het is bloody hot over hier. Het is 37 graden. Ja. Supercharger nummer 4. En we gaan eventjes eten hier. We zijn in Boëne, geloof ik, of zoiets. Geen idee, maar we zijn ergens in Frankrijk. Boëne of zo. En hij eet weer het draagdoek op. En schat, zo lekker. Ik heb net een hotelletje geboekt in de auto op booking.com. Echt zo makkelijk, dat gaat gewoon zo. Terwijl je in de auto zit en dan is het echt van, ja, zullen we straks ergens gaan slapen? Ja, kijken wat er is en boeken. Echt een simpel hotelletje, een ACE of ACE hotel voor 80 euro. Nou ja, gewoon budget, maar het is maar gewoon om alleen even te slapen. Daar komen we om 11 uur aan, strakjes. En dan kunnen we even lekker slapen allemaal. Zat natuurlijk gewoon bij ons aan tafel en het ging best goed allemaal, maar hij moest nogal nodig en het was heel stil daar en je hoorde echt zo... Ja, maar echt een natte, hè? Harder, harder. Een hele harde natte. Nou, dit was geen nat, het was gewoon volle luier. Nou, ja, nat. Ja, ik heb hem net verschoond, ik weet het, het was een volle luier. Zo'n spuitpoep luier. Oh. Echt keihard door het hele restaurant heen. Nou. En het allerleukste... kwam niet meer bij. Ja, het allerleukste was nog dat ik gewoon niet meer bij kwam. Oké, moet je bij zijn geweest. Oh, meisje. Krijg je er lekker bij, mannetje? Ja, lekker lang uit in dat ding. Kunnen we hem niet... Wat staat nu op die lange stand nog, hè? Ja, dat maakt niet uit, toch? Oké. Zo, goedemorgen. Oeh, weet je, Lina. Ja. Ja, we zitten op de 4e verdieping. Ja, je was gisteren natuurlijk zo moe, dat weet je niet meer. Maar dit is onze hotelkamer. Die zal ik nog even snel laten zien voordat we er weer uit gaan weggaan.
Bedje van Jola. Jax die moest bij ons slapen, dus ik heb geen oog dicht gedaan. Dat vond ik zo eng. Dit was de badkamer. Die vind ik wel heel netjes voor zo'n basic hotelletje. Dus dat. En nu gaan we weer verder met de reis. Let's go. Goedemorgen. Haha. Oh, heerlijk even bijten bij de eerste supercharger voor vandaag. Oh, je hebt je bord al bijna leeg. Is lekker, joh. Het is een beetje zuur volgens mij. Maar het ziet er wel lekker uit te liggen. Het gaat hem beter af. Jammer was een beetje zuur, hè? Dat vond hij wel lekker, hoor. La, 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 la. Wow, daar hebben we de Sons of Energy. De Sons, waar is Jackie Boy? Jackie Boy. Waar is Jackie Boy? Jackie Boy. Kijk of Jackie, hier is Jackie Boy. Hey Jackie Boy. We zijn dus bij de zesde supercharger. De vijfde heb ik niet gefilmd, want toen waren we druk met eten. Even de benen strekken. Yes. We zijn bijna bij de grens. Precies, hè, zie je? Spanje. Oh. De reis tot nu toe. Even een klein verslagje. Het gaat echt heel erg goed. Het is echt heel erg goed gegaan. Ik heb wel heel veel achterin gezeten. Ik denk zo'n beetje 80% van de tijd. Maar dat is omdat ik dan ja, toch wel prettig vind om sneller bij hem te kunnen. Een speentje te geven en zo. En Jola die mag natuurlijk gewoon voorin zitten. Het is best wel handig zo met een wat groter kind erbij. En wat ik ook nog helemaal niet heb verteld. Dit autostoeltje, dat is Joey Eye Level. En die kun je dus verstellen in dit gedeelte. Dus je kunt hem platter leggen en weer rechtop. En dat is echt een uitkomst voor deze rit. Want hij heeft dus bijna alleen maar een heel stuk platter gelegen. En dit gedeelte kun je ook heel ver eroverheen schuiven. Dus hij heeft echt een heel donker plekje. En dat is echt heerlijk. Dat is echt heerlijk. En door het laden moest hij natuurlijk ook heel vaak even eruit. Of kon ik hem dan meteen even tijdens het laden borstvoeding geven. Dus het is echt ideaal deze omstandigheden. Oh, Jax in Spanje! Ja! Yeah. Supercharger nummer 7. Hij is lekker aan het voelen, hoor je dat? Ja. 38 graden is het. Oh, we made it! Heel huid, schat. Geef me een kus. Wat zeg je dan? Dankjewel, lieve vriend. Goed gereden, schatje. Dat je al je passie en liefde in deze reis hebt gestoken om ons veilig op deze camper te brengen. Dus. Heerlijk. Oh, en we hoeven geen tent op te zetten. Hoe heerlijk. Normaal moeten we nu dus tenten opzetten, jongens. Nou, daar gaat hij hoor. Is dat dan, Jax? Nou, hij blijft er gewoon onverschillig onder hoor. Hou je aapje maar goed vast. Nou, hij blijft er gewoon onverschillig onder hoor. Daar lopen we dan. Hé? Weg. Heerlijk. Jola op de step. Ja, het is goed. Ja.
en. Niet lekker. Oh. Ook niet vies. Oh. Maar het is neutraal. Kijk nou hoe lief. Oké. Okay. Daar zijn we dan in de caravan. Wat rustig, joh. Rustig. Jax, die ga ik nog heel even eruit halen om te voeden. Bart is in de badkamer. En wij gaan hier slapen. Ach, nou. Dank jullie wel voor het kijken naar deze vlog. Volgende keer in een nieuwe vlog meer van ons avontuur in Spanje. Bye bye. Abonneer als je nog niet bent.